En ik rij inmiddels met Antonio naar Hendrik Ido Ambacht. Hij weet niet dat straks familie en vrienden daar klaarstaan voor een surprise. En dat de lieve mensen van het theehuis zich in het zweet werken voor de perfecte catering. Dat is je huis daar? Ja. Oké, vriend. Mag ik je even vragen om deze blinddoek om te doen? Oké. Okay. En wil we uitleggen waarom? Ja, dan is de verrassing eraf. Okay. Ja, vertrouw je me? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is een bijzonder huis waar Antonio gaat wonen. Een groep ouders met kinderen met een beperking heeft een aantal nieuwbouwhuizen gekocht en een eigen stichting opgericht, zodat hun kinderen begeleid op zichzelf kunnen wonen, helemaal zoals zij dat voor zich zien. En bij een feestje hoort natuurlijk ook een mystery guest die komt optreden. Deze kant op, vriend. We zijn nu vlakbij je nieuwe huisje. En de reden dat jij een syndroom zit, is omdat jouw zus een brief heeft geschreven aan mij. Ja. Die heeft mij verteld dat jij voor het eerst op kamers gaat. Ja. Dat dat voor hun heel moeilijk is. En dat jij er helemaal klaar voor bent. Ja. Ja. Toen heeft ze gezegd, die Antonio, die broer van mij, die verdient een hele dikke vijf. Een heel dik feest. En dat hij in de belangstelling staat. En dat het een keer om hem draait. Want hij verdient het. Want het is de allerliefste broer en de allerliefste vriend die we hebben. Dus, wat denk je wat wij hebben geregeld? Een klein feestje voor jou, vriend. Lieve Antonio, bewoners, wat een bijzondere dag heb je gisteren en vandaag gehad. Zo ontzettend veel verrassingen en leuke dingen die je hebt gedaan. En nu sta je hier, in je nieuwe huis met al je lieve vrienden en Johnny. Geen idee wat jullie te wachten staat. Wat we wel weten is dat jullie er allemaal klaar voor zijn om op jezelf te gaan wonen. Ik ben ontzettend trots op je, hoe je alles doet en hoe sterk je overal doorheen slaat. Het is misschien niet altijd makkelijk geweest en het zal het ook echt niet altijd zijn. Maar wij staan allemaal klaar voor je, altijd om je te helpen. Lieve bewoners, geniet van deze dag en alles wat er komen gaat. Dit feestje is voor jullie. Lieve mensen, bij een housewarming en bij een feest hoort natuurlijk ook een optreden. Beetje muziek. Geef hem een applaus, hier is Frans Duits! Dat is gezellig, zo, hallo. We gaan een klein feestje bouwen, goed? Zin in. 'S Avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Ik rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar haar bed. Ook een heel groot applaus voor degene, de bijzondere mensen die hier de catering hebben gedaan. Namelijk de kanjers van het theehuis! Lieve Antonio, geniet van je nieuwe huis en feest nog even lekker door daar.